Willem, luister. Wat heb ik nou weer fout gedaan? Nee, je hebt niks fout gedaan. Maar ik wil buiten spelen, want... Jouw neef, René van Chalon, is getroffen door een kogel. Hij is dood. Oh nee, wat erg. Mag ik het nu weer... Willem, wacht even. Zoals je weet hebben jouw vader en moeder maar weinig geld. Maar neef René wel. Die was heel rijk. Ja, en hij laat alles na aan jou. Hij heeft zelf geen kinderen, dus jij erft alles. Zeilen, we zijn rijk, eindelijk. Echt waar? Je wordt graaf van Nassau en je erft hele delen van de Nederlanden. Je wordt prins van het gewest Orange in Frankrijk. We zijn rijk en machtig. Of eigenlijk jij. Maar de keizer moet nog wel zijn toestemming geven. Wauw, te gek. Mag ik nu weer... En hij zegt ja. Op één voorwaarde dat jij katholiek wordt. Hè? Maar we zijn toch prof... Voor zo'n erfenis wil je toch wel even katholiek worden, Willem? Kom op nou. Oké, mag ik nu... En hij wil dat jij bij hem komt wonen aan het hof van Brussel. Dat is een enorme eer. Maar dat wil ik helemaal niet, dan ga ik jullie missen. Ja, maar Willem, dit is een kans uit duizenden. Je wordt voorbereid op een grote toekomst. Maar ik wil... Dan ga je naar Brussel en dan ga je heel hard studeren. Maar dat heb je toch wel voor ons over? Dan zijn papa en mami heel blij. En anders zijn papa en mama heel erg teleurgesteld, Willem. En dat wil je toch niet? Nee, oké. Dus, je gaat naar Brussel? Ja, papa, ik ga naar Brussel. Mag ik nu... Ja, jongen, ga maar lekker buiten spelen. En morgen lekker naar Brussel. Ach, zo'n jongen toch. Daar doe je alles voor. Lekker knikkeren! Ja. Ach, wat lijkt me dat heerlijk om zoveel geld te erven. Wat zou je ermee doen dan? Oh, nieuw huis, nieuwe tv, nieuwe kleren, nieuwe schoenen. Nieuwe man? Nee, dat nooit. Prima.